In onze reeks Sterke Tijden bevinden we ons in de kersttijd. Heer, u schenkt ons vrede, want ook ons eigen werk hebt u voor ons verricht. Wat roept dit beeld bij jou op? En wat zou het kunnen te maken hebben met de kersttijd? Kom lekker soep, gezond. I don't know what kind of soup that is. And what kind of soup you'd actually put parsley in. Not terribly good on that, but it looks rather appetizing. And in a nice clean bowl, so it presents well. Doe mij er ook wat aan denken dat het ook eenvoudig en hartverwarmend mag zijn. Dat het geen toosjes met kaviaar moeten zijn, maar een pot soep. Soep. Ja, nee, sorry. Nu moet ik echt gewoon denken aan mijn vriendjesgroep. Er zijn enkele, ik kan geen namen noemen, die echt wel heel graag soep eten. Ik associeer deze soep met lekker en gezond. Soep is iets dat je buiten eet. Dat is voor mij mijn idee, met mijn armen zo er rond. Lekker, want het is warm, het voelt warm. Creëert een warme sfeer. Oh, dan denk ik weer aan zo. Kerstfeest of plissen, ik denk dat ik niet door kan gaan, maar oké. Dus ja. Jezus komt smaak geven aan ons leven. En de mensen, hoe dan ook, helpen op een gezonde manier door haar leven te gaan. En eerlijk gezegd, ik denk dat Jozef en Maria in die stal gingen. Ik kan maar hopen dat die koningen en die herders, dat die ook eens een kom soep mee hadden. Ik denk dat ze dat heel hard nodig hadden. Jezus is trouwens ook dat twijgje aan de stronk van Isaïe. En dan zie ik daar een groen blaadje. Misschien is dat ook wel een verwijzing naar het twijgje dat Jezus is. Ik lees dat niet in de Bijbel. Er staat nergens van dat de herders toekwamen met een grote pot soep. Maar in mijn verbeelding denk ik dat ze daar wel aan gedacht zullen hebben. Een goede grote pot soep. En waarom hebben wij dit voorwerp nu precies gekozen? In onze taal spreekt soep blijkbaar geweldig tot de verbeelding. Er zijn heel wat uitdrukkingen met soep erin. Hoeveel kent u er? Druk misschien even op de pauzeknop, dan kan u wat nadenken. En als u dan terug gestart bent, dan hoop ik dat u tussen de soep en de patatten er geen soepje van gemaakt hebt. Ik weet, het is niet veel soeps natuurlijk, maar geen nood. De soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Wat is dat eigenlijk, soep, in al die uitdrukkingen? Je mag er geen soep van maken, maar het is ook niet veel soeps. In het eerste gaat het erover dat je alles gewoon door elkaar haspelt en dat het een mix van alles is en dat je de essentie misschien wel kwijtgeraakt. Terwijl het andere soep als een heel positief beeld gebruikt. Soep is blijkbaar iets goeds, gezond en gezellig en verbindend. Tussen de soep en de patatten geeft aan dat soep ook iets is wat inleidt op wat nog volgt. Het is een start. Zoals wij vandaag, begin januari, we zitten nog maar aan de soep van dit jaar. En dan heb je, de soep wordt niet zo heet gegeten als ze wordt opgediend. Ik vind dat een prachtige wijsheid. Als we nu eens afspreken dat we die zin allemaal minstens één keer per dag gebruiken. Gewoon om ervoor te zorgen dat we wat uit de angstcultuur komen, waarin we toch wat zitten. Oh, het doet mij denken aan een kunstwerk van Rob Scholte, de Nederlandse kunstenaar, dat een tijdje geleden in de kathedraal hing. Het was een tegel, zo'n typische tegel die in huizen hangt, geschilderd met een tekst erop. Ik ga hem u voorlezen. Bemoediging heet de tekst die op het schilderij stond. Een mens lijdt dikwijls het meest door het lijden dat hij vreest, doch dat nooit op zal dagen. Zo heeft hij meer te dragen
dan God te dragen geeft. Het leed dat is, drukt niet zo zwaar als vrees voor allerlei gevaar. Doch komt het eens in huis, dan helpt God altijd weer en geeft Hij kracht naar kruis. Prachtig werk van Rob Scholten, zoek het maar eens op. Ben jij al eens bang geweest voor iets dat achteraf gezien niet zo erg was? Heb jij al eens soep gegeten die minder heet was dan ze eerst leek? Wat roept deze vraag bij u op, monseigneur? Het eerste wat wij bij soep geleerd hebben, dat is blazen. Blazen tot de temperatuur doenbaar is, anders verbrand je je mond. Dus mijn vroegste herinneringen aan soep, dat is soep en blazen. Te koud is ook iets natuurlijk, maar zeker te heet gaat niet. In het leven is het inderdaad heel vaak wachten tot de temperatuur een beetje gekoeld is om het leven weer behapbaar te maken, om in een groep weer de nodige sfeer te kunnen brengen, om samenwerking weer op gang te kunnen krijgen. Een ervaring mag inderdaad niet te flauw zijn, te flats, maar te gedreven duurt ook niet lang. Daar verbrand je je mond aan. Nu zou je kunnen zeggen, ja, maar in de kerk, hoe straffer de religieuze ervaring, hoe beter. Misschien wel, maar dan mag dat ook niet te lang duren. En mensen zeggen soms, ja, maar in de kerk, het is allemaal zo gewoon. Waar blijven de sterke emoties, de sterke ervaringen? En ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Dat het er in de kerk ook door de leeftijd van de mensen wat te gemoedelijk aan toe gaat. En dat een straffer getuigenis of een diepere emotionele ervaring of een meer opwindende predikant, dat de toon, de tonus zou kunnen opdrijven. Maar van de andere kant, een godsdienst die geen deel uitmaakt van de gang van het leven, die op het niveau zit van het verteerbare en het behapbare, die riskeert ook in de rand van het leven terecht te komen. Er zijn straffere religieuze bewegingen dan de katholieke kerk. Er zijn meer emotionele gedreven religieuze groepen dan die waar ik kom of waar ik voor sta. Maar ik ben eigenlijk al tevreden als het religieuze mee kan met de tafel van elke dag. En als mensen het behapbaar vinden voor het leven dat zij in hun werk, in hun gezin meemaken. Ja, liever een soep die je kan smaken dan één die mijn mond verbrandt. Kerstmis 2020, dat ziet er zo uit.